Humberto Tan is de afgelopen maanden op zoek geweest naar de Surinaamse jaguar. Dat Tan een speciale fascinatie heeft voor het dier blijkt onder andere uit de informatie die hij heeft over deze katachtige. De jaguar is de grootste kat van Zuid-Amerika en komt het meest voor en komt voor in Suriname. Het beest bijt zelf harder dan leeuwen en tijgers. Nog voor het idee ontstond voor de documentaire had Tan de droom om de jaguar te fotograferen in Suriname, maar ook in Guyana en Frans-Guyana. Het was een droom. Ja. Ik vond het echt een droom. Ik vond het ook een droom om Suriname op die manier te leren kennen. Tot vorig jaar had ik je echt niet kunnen vertellen waar Apura op de kaart ligt. Had ik echt niet geweten. Ja. Tot vorig jaar had ik niet geweten dat Biggie Poika, wat de afstand was van Biggie Poika naar Apura. Allemaal dat soort dingen. Tot vorig jaar had ik niet geweten hoeveel schitterende ara's of raven, zoals jullie zeggen, in Cabalebo te zien zijn. Maar echt schitterend. Continu. Zo mooi. Fred Berg ken ik goed. Ja. Weet je, Fred Panza is echt. Samen met Sien Deel Rozen en Jean-Pierre. Geweldig. Zijn echt drie fantastische gidsen. Ja, klopt. Ik bedoel niet alleen fantastisch voor Suriname. Mm-hmm. Ik bedoel wereldtop. Okay. Echt wereldtop. Ze kennen hun. Fred is op het gebied van vogels en is hij ongeëvenaard van. Een van de wereld. En Sien ook trouwens. Jean-Pierre op het gebied van slangen en kikkers. Grondappel. Tan, die in Suriname geboren is en in Nederland talkshow host is, zegt dat wij er onvoldoende bij stilstaan hoeveel kennis wij hebben in Suriname. Een deel van deze kennis zal terug te zien zijn in de productie. Tan hoopt dat de documentaire ook in Suriname zal worden vertoond, voornamelijk ook aan jongeren. Jongeren hebben de toekomst. Dus als je je land bewust wil maken van wat is er aan de hand met de jaguar en wordt veel meer gejaagd op hem en waarom is dat erg of is dat misschien niet erg. Mm-hmm. En hoe mooi is Suriname? Dat komt ook naar voren. De natuur. Schitterend. Ik ben naar Bakhuis geweest van de week. Fantastisch. Je wilde niet terug. Ik vond het schitterend. Buiten geslapen. S'nachts wandelingen gemaakt. Ja. Die passie naar Apura, mijn hemel, zo is lang. Maar is 12 uur. Ja, het is maar heel lang. We zijn gegaan met drie auto's. Ja. Ja, ik vond het geweldig. Avontuurlijk eigenlijk. Super avontuur. Ja, ja. Apura, Brownsberg, Fredberg, Cabalebo. Dus ik heb echt veel gezien. Alleen maar om te zoeken. De documentaire komt op 19 mei uit bij Videoland in Nederland. Of hij inderdaad de jaguar heeft gezien, wilde Tan nog niet prijsgeven.